you believe it? Oké, okay, Jelle. Ik het weer ons 11 count kruisiesteek. Dus moest nou weer sy beurt tussen omwerk. Nou, jylle sal sien, ek het allemaal so'n bietjie gewerk. Ek het allemaal nie niks gedoen. Ek weet nou nie hoe lekker jylle sal kan sien. Nie. Maar ek het hierdie, hierso is, ek denk die donker pers en die lichte pers wat ek gedoen het. Ja. En dan het ek hierso dit ook, weet, al die stikkies klaargemaak wat ek kon. Nou het ek gedink aan ons hierdie pers, hierdie donker pers, symbool doen. Daai ene. En hy is nummer 18. So, ek het klaar my garing reg gekry. Nou, hy lyk baie dieselfde as die ander kleure, maar dit is ons al skakerings. Ok, so, ek gaan julle nou weer reg kry. Dan, ja, dat julle beter kan sien. En dan begin ons. So, ek gaan julle nou weer sien. Okidoki, ek is terug en ons gaan hier werk. Hier of hier begin. Ok, so. Kom ons begin. Ek het my stoel regkry. Sorry julle. Ek het vir julle reg, maar ek het nie van my reg nie. Dit gaan nie werk nie. Ok. Kom ons begin. En julle weet, ek begin aan die voorkant. Want ek is te lui om my werk om te draai. Dit is ook ok. Mens mag lui wees. Ek het op 'n stadium na, toe ek begin het, weer my kruisie steek, het ek eers begin met die agter manier. Jy weet wat jy jou garing deur weef deur die goeitjies en dan vorentoe kom en begin. En toe sien ek een dag iemand wys op hulle video die loop method. Toe het ek vir 'n tydjie die loop method gedoen, maar met die loop method het ek nie, ek weet nie, asof my steekies net nie so mooi was. Hulle was daar, maar ja, dit is maar asof die garing nie so lekker gelê het nie. Nie my steek nie mooi was, nie my garing nie lekker gelê het. So, toe sien ek iemand doen hierdie manier, toe sê ek ook, hierdie gaan nou my manier wees. Van hulle allemaal, denk ek hou ek die meeste van hierdie manier. Okay, ons kyk. Ek denk my garingkie is nou vast genoeg, kom ons knip hierdie stukkie af. Zee. Nou kan ons begin. Jy kan ons lekker sien. Ek wonder of jy hulle kan voor en toer bring. En dalk 'n bietjie meer. Sorry julle. Ek wil of ek 'n bietjie meer kan inzoom. Misschien moet ek my kamera so 'n bietjie so maak. Daar is hy. Net ek gaan nader as dit kan kom. Ok. So. Jene, ek het so lang klas met julle gepraat. Ek kan dalk vergeet. Vergeet hoe? Huh? Ja, dit was nogals weird. Om nie video's te maak en video's op te en ek hou nie daarvan, ek moet vir julle sê, ek hou nie daarvan om nie video's op te en nie. Dit voel nie vir my reg nie. Maar nou ja, dit was moes nou maar een van die dinge, hierdie garing lyk verskrikkelijk na aan mekaar. Dit is nogals freaky. Julle kan sien, ne? Ja. Kan toch as jy mooi kyk, kan jy sien, die ene is 'n bietjie donkerder as die ander.
So yeah. Stille kan zien dat ik niet veel gekrijs is. Ik heb maar zo'n beetje gekrijs is. Maar ook niet veel. Nee. Ik denk ik was niet te mogen niet aan geweest. Maar dat is ook oké. Met mijn maag gaat het beter. Zij is nog bij hem nog. Ja, in zijn hoes nog. En ik is hij nog ziek. Maar zij is niet van ziek wees, niet zo. Als zij netjes en een beetje beter voelt, dan is zij op. Dan is zij gezond volgens haar. Zo, ja. Ons kijk naar Mark het van gezien. Zij moet niet onthou. Zij wil die week wat jullie hierdie video zien, nie? Volgende week wil gaan sy en my pa vir 'n week net 'n bietjie weg, net hulle tweetjies. Net om 'n bietjie te relax, te chillax. Sy van dit helpie, sy is dan nog siek nie. Sy sy met annonsens laat staan. En er is dat sy kan reg wees om te verder gaan er is. Maar nou ja, ons kyk nou maar hoe dit gaan, maar gelukkig lyk sy daar maar al een bietjie beter, ne? Dit tel moes. Niemand anders van ons het aangezien, Paul Wisje, my broersje Sienkie. Hy, kyk, my maat moes nou al die kiem gehad voordat sy, weet, begin die symptome wys het, of wat ook al. En, Wiane het definitief by haar aangesteek. Hy het, vir oggend het hy na ons toe gekom, want hy die hele week moes hy nie sy oma gesien nie, so, hy wil na oma toe. En toe ek vir oggend sien, vraag ek nou, wat gaan aan met sy oog? Toe sê my mama, hulle dink uit COVID, want dit is van die symptome. Toe sê die dokter gebel, en dokter sê toe nie. Kom antibiotika gegee, en druppeltjies vir die oogie, en een salfie. Sê ja, hy het nou aangesteek, maar geen van ons ander in die huis het enige symptome of siek geraak of enige iets, he. Ons het gister, wat nou vrijdag was vir my, het ons allemaal, of ek, my pa, my oom, ons volgende COVID-inspuiting gekry. Ek denk, is die vierde ene, ne? Ja, ek denk so. So ja, nou sit ou arme om te loons met die COVID-tje. Volgende bykie koers gehad, om koersmedicijne gegee, en, maar hy sê tawe ook hier, ne. Kyk, hy kan nou hoesiek wees. Hy wil speel. So ja, hy het hier buiten gespeel, en dan kom hy in, en dan kom hy onder na my toe, en dan kom krap in my huis die mekaar, en kom krap in alles, en wat ook al. En, hy was hier so in my een laaikie, of een van Anker sy laaikies, en daaronder in lee haar kraftgoeders was op een stadium daar, en in daar lee van hierdie klein metallic sterrekie sequins, ne? En hy sê, oeh, sterrekies, maar het is nou verskillende kleren. En ek sien, hy vat die sterretjie en hy probeer het op sy voorkop sit. Daar met myself, maar ek het iewers, weet ek, het ek nog van die sterretjie stickers, jylle weet, wat jy vrou is in jou boek plak, of voor op jou voorkop geplak het, jylle weet, daai. Toe gaan haal ek het uit, toe gee ek vir my veeliekie. Toe wees ek eers vol, gee vir my sticker, plak hy een op sy voorkop. Toe vraag vir my, waar is my sticker? Waar is my sterretjie? Ja. Toe het hy eers een op my voorkop geplak,
Of nee, dat ook voor mijn hand. Signale, ik was zoet geweest. Ik had een sterretje. Signale. De plak heeft met mijn sterretje op mijn hand. Maar toen zei ik me voor dankje. Ik wil het zeggen, maar... Ze heeft mij Tanja met buk. Met een sterretje op mijn kop plak. Dus ik heb een sterretje op mijn kop. Ik heb een sterretje op mijn hand. En toen zei hij buitenkant uit. Mijn oom stond ook hier buiten. Toen heeft mijn oom hier buiten een sterretje gegeven. En toen zei hij voor mij iets. Genade wacht jullie. Hier gaan my draad. Oh man. Oké, zo is het weer erg. Ja. Toen zei hij om, let's go. Toen ging hij zo, kom eens mij. Garing zo gekok. Ja, toen zei boontoe. En toen heeft van oma klopsterkjes gee. Oma zijn hele gezicht is vol sterkjes geplak. Ah, wat maar dis nou. Wat, zeker half twee op z'n kant. Zo hij het nou vat, nou zijn maar acht slapen. Het is nou zijn tijd. Sowieso is nou stilte, is het toch ook wel. Terwijl hier nou stilte is, betekent dit ek moet kom begin video's maak. Want anders gaan jullie weer nie video's hier die week. En dit gaan nie werk. En ek mis dit om julle te praat. Maar hopelik kruisie steek julle op daarom al saam. Ek het nog niemand se foto's gesien het hulle kruisie steek. So ek nog steeds op my eie. En ek het daarom gister kon ek daarom my twee blokkies doen van, of gister van my, het vrijdag was, my nummer 1 en 2 blokkies doen van my jingle trees. Wat so mooi lyk. Oh, ek love die IB's. Lelani was baie slim met haar IB idee, en ek het nog nie met van die rooie kleren gewerk, ek was nog nie met soos die groene en so in die blokkies het ek nou gedoen het. Maar my een groen waarmee ek gewerk het, het die kristal ook gehad. So ek het so gemeng. Die kristal nie gewoon. Ja. En toe het ek besluit. Kyk, vrydag aand en is gewoonlik nie 'n kook aand by ons nie. So gisteraand het ons het sommer net mielies gaar gemaak en ek dink ek het gisteraand net mielies geëet. Het ons nog gemaak. Ek kan nie onthou nie, maar in die kuis. Toe almal se maagies nou vol is en die skottel goed gewas is en bys in die kante is, julle weet al die dinge. Toe besluit ek nie. Kijk, vanavond is die aand. Ek het moes een retreat box. Dis moes ook hoe my daar is. So, toe besluit ek. Ek gaan vir my lekker, ek wil lekker gaan bad. Ons het so vir een tykie lang wat ons waterprobleem het, wat ons water is so skoon is het. So ek het nie rechtig gebad nie. Maar ek het gisteraand dat ek besluit bogger dit. Ek gee nou nie om nie. Ek sal baie babbels ingooi. Ek gaan bad. En toe eet ek my wat noem is dit? Peanut clusters. Shaks, my is lekker. Ek hou moes van peanuts. En ek hou van chocolates. En toe met mekaar, is een wenkombinatie. So dit was nou nog als lekker, my eerste retreatdag van December. En het is nie eers of ek so verskrikkelijk lang in die bad gesit het nie. Maar net daai, wat?
nou maar een half uur, dalk 'n bietjie langer as 'n half uur in die bad. Net daai was, dit was genoeg. Dit was meer as genoeg. So ek hoop julle het al begin om te retreat. Selfs al is jy soos ek nog nie met vakansie nie. Moet die mens daarom kan begin soos vakansie voel, nie? Ek het nog hierdie week wat julle nou hierdie video sien. En dan volgende week, die week daarna, is dit nou die woensdag weer donderdag wat ons sluit. Ons sê die 15de. Wat sy dag is dit? Ek weet nie, man en die kuis. Ek sien al so uit. My ma wil vandag haar kersboom opset. Ek was te vroeg. Mense kersboom gaan 10 dae voor kersfees op en 10 dae na kersfees af. Maar sy sê sy het lus vir Kersfees. So ek dink sy en Anke, kan julle nog sien waar ek werk? Ja. Ek dink sy en Anke gaan dalk vandag of dalk môre die kersfees ding doen. My ma sit gelukkig nou by mannetjie terwyl hy terwyl hy slaap. So ek hoop regtig sy. Ag nee, Tanya. Sorry julle. En julle is omdat ek so lank laas vir julle 'n video gemaak het. Wat ek nou gesê het, ja, so ek hoop sy is ook 'n bietjie weer te vang, dalk so 'n visie of twee. Ja, so hulle wil al hulle Kersfeesgoeders opset. Nog nie my Kersfeesgoed opsette. My huis moet eers gespring clean word, né? Dan kan ek my Kersfees decorations opset. Dan kan het begin voel soos Kersfees. Ja, en ek sien allemaal sy wat gaat hier achteraan? Kom, ek voel iets. Allemaal sy Diamond Art Club koopies. Moet vir julle sê, ek het nie iets gesien of dit was nie vir my, daar was een nee, van die new releases. Ek dink dit was van die maandag releases, nee, wat, ek was net te stadig, ek het dit te laat gesien, want as hy nog beskikbaar was, dan sou ek gekoop het. Selfs al was die deals nie vir my so 100% regtig so goeie deal nie, verstaan. Maar daar was een. Iets met potion bottles of soiets, dit was so lange. Ek toe ek het sien, toch ek shaks, ok, hier gaat ek. Maar nee, so, hy is toe klaar uitverkoop, toe ek ook kan nie. Die buy one, get one 50% is nie vir my, is nog nie vir my so lekker bargain. Black Friday bargain nie, so. My Diamond Art Club geld leen nou nog, baie mooi veilig, plan niemand nie, so ek sal dit maar daar hou, totdat hulle daar weer een dag, of een het wat ek regtig nie kan weerstaan nie, of een lekker seil het, wat vir my seil genoeg is. Maar ek love julle allemaal sy aankope. Ek het eindelijk al wat ek gekoop het vir Black Friday. En ek denk nie eers rechtig, ek het al amper wil ek sê Black Friday voordeel wat ek uit die aankoop gekry het, was die feit dat die free shipping was van 600 rand af in plaas van 1000 en iets rand, was by
by Shane wat ek gekoop het. Ja, verstaan niks van my goed dat ek gekoop het was 'n Black Friday deal nie. Want hulle het nou nie iets op die Black Friday deal gehad waarvan ek hou nie. Maar, of Anke van hou nie, want ek het vir Anke lekker t-shirts en goed bestel, want haar t-shirts is nou nie meer so lekker nie. En ek kan 2 t-shirts daar koop, wat ek, dan betaal ek die prijs van 1 t-shirt hier so verstaan. So, ja, dit is basis wat ek gedoen het, is ek het by Shein gekoop. Diamond, wat? Dreamer Designs sin was ook nie vir my so dat het my regte getempt het om te sê, okay, let's bite the bullet, nie? En ek het gekyk na AliExpress, sy 11-11 sale en al die goeders, maar ek dink ek is te dom vir AliExpress. Ek weet nie. Dit confuse my, ja. So, ek het ook hier iets gekoop, he. So ja, my Black Friday geld lê nog. En dit kan seker die slegte ding wees, he, ne. Iewers gaan ek wel iets sien en dan blaas ek af. En nog meer. Selfs fans selfs het 'n Black Friday gehad, maar dit was net nie. En met die dag was ek net nie lus vir koop nie, he? Kan dit wees. Ek dink daar is fout met my julle. Dink julle mense kry COVID symptoom wat jou kooplus vervat. Ag, wat. So sal maar sien. Of ek weer iewers my kooplus terugkry. Dit gaan net 'n kwessie wees van ek gaan een ding sien waarvan ek hou. And then it's all over. Maar ek het allemaal kers geskenke. En dit is een pluspunt. Kijk, ons koop ons in elk geval net vir Anke en vir Wean. Ons koop net vir die kinders. En dan sal ek nou vir my ander kind ook koop. Anke se vriendin. Hulle 2 kies is al. Al maaikies van hulle 3 of 4 is. Ja, verstaan, so ja, so, ek sal vir haar iets koop, nou vir Anke en vir Wean. Die dag van vir allemaal iets koop is lang al voorbij. So, Anke sin het ek daarom al van dit. Die hulle moes gesê, sy hou van wil ek sê amper type pakkies bestaan. Ja, net een ding is al van bietjie van dit en bietjie van daai en ja. Ek weet nog nie lekker wat ek vir my ander kind gekoop het. Wie julle net, dit was vir my soveel makliker toe ek klein was. Want dan het ek geweet, dis Barbies of Monster Highs of weet kraftgoeders of wat ook al, maar nou is hulle moes nou al jong mensies, hulle is moes nou, ja, so nou wat nou, en een geskenkbewys is altyd vir my so onpersoonlik, ek weet dit is een baie goeie geskenk, want dan kan jy gaan koop wat jy graag wil en dan kry jy nie goeders wat jy moet voor dankie sê, maar eindelijk maar en ek kan sê eers gaan lê in, of wat ook al nie verstaan. Maar ja, dit voel vir my so onpersoonlik. Voel so vir my. Ja. Ek weet dit. So. Dit is ook om, ek altyd sê, as ek vir jou vrou, wat wil jy vir jou verjaarsdag, verkeers wees, of wat ook al, sê vir my. As jy kan bekostig, nie, dan kan ek het bekostig, en ek net vir jy sê, oh God, sorry, koop maar vir jyself. Ek sal vir jy elke keer gee, en dan kan jy dit bijdra tot dit wat jy wil hee.
Of geef me een lijst van goeders. En dan kan ik kijken wat ik voor jou. Ik zit altijd van aankopen. Zeg van, ik heb nog geen verjaardaglijst in. Of ik nog geen kerstlijst in. En zij weet, het is niet dat ik dit zie omdat CC is niet. Ik zoek een lijstje. Zodat ik kan kijken wat op die lijstje is en wat ik dan kan. Of in die handen krijg of kan bekostigen om die handen te krijgen. Zie jou, ik verkies dat mensen van mij zien. Wat is op de lijstjes? Dan weet ik, vooral in vandaagse tijden, wat ik denk niet enig een van ons rechtig kan bekostigen om geld te mors nie. En om voor iemand iets te koop, omdat jij daarvan hou en dat ik denk hulle gaan daarvan hou. En dan hou hulle nie daarvan nie. Dat is mijn geld mors. Ja. Ik heb daar maar een beweging daar gemaakt. Oh, dat is zo lekker om niet weer te zitten zo in de chat met jullie. Ik moet zeker het gemis. En ik wil gaan opvangen daar op Facebook. Ik het zo hier en daar wat, weet, iets mij gevangen het, mijn aandacht gevangen het, of gevinnig en dan weer een paar goeders gelike of wat ook allemaal. Hopelijk die week zal dingen beter gaan. Ons het morgen, wat nou zondag is voor mij. Het ons kerstsangdienst. Maar ons het morgen aand. En ik hou altijd van de kerstsang. Wie jullie? Ik het gister het ek vir my een vriendin gesê toe ons huis toe kom. Toe sê ek van, weet jy, ek het nog altijd, ons kerk doen dit nie. Vanuit ek al hier op die dorp is, het was ek nog nooit by een aandienst nie. Hier was nog nooit een aandienst nie. Maar, ek het altijd van een aandienst gehou. Toe ons nog in Woester geblei het, was het altijd van die lekkerste dienst, was die aandienst. So kaart het ek van al die dienste gehou, oggend en aand. Het was een anderste atmosfeer gewees. So Woester kom, toe was het nou weer een bykie meer van een stuiver enige kerk atmosfeer as wat het op Pusikati was. Maar ek het gehou van aandienste, asof het vir my meer relaxing was. Ne? Ja, nie, het meer chilled was. Ja. So ek sou nogals uit na ons kerstsangdienst morgen aand. Kijk, ons is een baie, baie ou gemeente. Ons dorp is ook baie ou mense, verstaan. Ja, maar ons dominee, wat hier was, het so twee jaar terug of so, afgetree. En ek het gehou van ons dominee. Hy het ons allemaal geken, verstaan. Want ek bedoel, hy was jare hier so. As hy daar voordat hy met sy preek of wat ook al begin het met die kerkgoeders, dan hy eers het hy so vir mense uitvra oor wat spesifiek op die plaas aangaan of, verstaan, ons is mos maar een boeregemeenskap. Ja, verstaan.
En dit was lekker geweest. En ek het gehou van die meneer, dat hy daar voor met ons, het ons gepraat, het ons gepreek ook, maar hy het geweet wat hy waar en hoe moet aanspreek, verstaan julle? Maar ons kerkraad was ook vol van ou omies wat vas was in die ou manier van dinge doen, verstaan julle? Ja, en toe ons dominee nou aftree, het ons nou amper wil ek sê tannie dominee gekry, een vrou dominee gekry, jong vroukie. Ek dink ons dominee is jonger as ek. Ja, is of my ouderdom of jonger is ek, maar ek is ouder as ek nie. Oh man, ek nou hier op die trant wat ek my, oops, sorry julle, ek nou vir julle so stamp, maar ek dink my garingkie, raak nou een bykie kort, ek moet nou een bykie oplet wat ek doen. Kijk, dat is om net eerst gauw gauw hier inkry, sonder dat ek vir julle te veel stamp, kans is in. Ja, so sy moes nou aan die manier van ding doen, verstaan, en dit is moes nou raag, sy moes nou aan die manier. En, vanuit sy nou is het ons kerkraad is hierdie jaar, ons die jong kerkraad, verstaan, die ou omies was nou nie baie ten gunste van die vrouwe dominee en die feit dat sy dinge anders doen, en een bykie meer wil ek sê met herin doen nie. Ja, so ek is sien baie uit na ons kerssangdiens. Hoopelik, sy het laas sondag het sy vir ons 'n kinderdiens gehad, want dit was ons sonnaskool afsluiting ook, en sy het dit so oulik gedoen, dit was so gemaklik en weet net lekker, ja, almal was rustig. Ek wil nog een steekie maak, kan, ek weet ek kan. Ja, dit voel vir my, sy begin nou regtig haar voete vind. Dankie. Kijk, ons gaan nog een siekie kan maak, ek gaan weer die steekie nog toemaak, en dan denk ek gaan ek klaar wees. So ja, ek sien nou baie uit na morgen aand, te sien hoe sy dinge doen en die jong kerkraad doen. Kom, ek gaan wen. Ok, en ek moet net hier achter deur steek sonder dat hy uittrek. Ok, nou een bykie ver deur, maar toe maar is ok. Ha, klaar, ek hoop julle het alles gesien. Ja, het lyk my so. Ok julle, dat is ons garingkie klaar. Waar julle het so bykie uit, kan julle maar sien, ek het daarom iets gedoen, he. Ek het daarom hier gesit en het niks gedoen nie. So daarom nou, hierdie stikkie daar, ok. So baie perstukkies gedoen, maar dit sal ek later doen. Ok julle, dit was nou weer baie lekker om met julle te gesels. So bykie, en een bykie te kruisie steek. Ek gaan nou verder loop kruisie steek, ek sal later nog een video maak. So, baie dankie dat julle saam met my gekruisie steek het, of gekyk het hoe ek kruisie steek, ek hoop julle kruisie steek saam met my, want dit is lekker. Sien, ons gaan allemaal een dag, ook tannie soos het op die stoep sit en kruisie steek, lekker. Ok julle, julle moet lekker dat, lekker kraft en lekker kruisie steek, en dan sien ek julle in die volgende video. Bye bye!